HHC trapt af voor de uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. De ploeg uit Hardenberg heeft alleen maar positieve herinneringen aan dit sportpark Dijkpolder. Het kwam er twee keer eerder en beide wedstrijden werden gewonnen door HHC. Dat nu ook meteen ten aanval trekt. Voorzet Klok komt voor de voeten van Kobussen. De eerste kans voor HHC al na 15 seconden. Hooiveld. Zoekt de combinatie met Van der Leij. Opnieuw Hooiveld. Sommige mensen telden hem al, maar hij raakt het zijnet. Wel een goed begin van HHC. Dat verdedigend niet veel weggeeft. De thuisploeg wordt eigenlijk alleen gevaarlijk uit dit soort standaard situaties. Zoals hier via Niels Redert. Maar Sander Duinens hoeft niet in actie te komen op de kopbal van de aanvoerder. Hooiveld. Slordig balverlies. Schuift de bal zo in de voeten van Furtado Oliveira. Een harde schreeuw. Gevolgd door het fluitsignaal van scheidsrechter Bijl. Na de vermeende overtreding van Zarbaf. En weer zo'n vrije schop voor Excelsior Maassluis. Kruithof is de specialist en dat bewijst hij hier. De voorsprong voor Excelsior Maassluis door deze vrije schop van Stefan Kruithof. En nu wordt er helemaal boos gekeken naar de 23-jarige arbiter die dit een overtreding vond. En uit die vrije schop scoort Kruithof de 1-0. Want de vrije schop dus te machtig voor Sander Danes. Stijn Pol. Hij is centraal achterin omdat Thomas Bakker geblesseerd is. En dit is Manu Hutu, de linksback van HRC. Hooiveld. Voor de goal is Van der Leij. Daar is ook Ties en hij maakt er 1-1 van. HRC komt snel met een antwoord naar de openingsgoal van Excelsior Maassluis. Want dit gebeurt 3 minuten later. De 5e goal van het seizoen van Philip Ties en de 1-1 voor HRC. En zij hebben in ieder geval niet voor niets hun hele zaterdag opgeofferd om HHC achterna te reizen richting Maassluis. Menega. Keeper komt wel, maar heeft de bal niet. Maar Philip Ties kan met links niet profiteren. En zo is 1-1 de ruststand. Ondanks het wisselvallige spel van HHC staat het maar 4 punten achter op de koploper Kozakken Boys. Veel van de bovenste ploegen spelen tegen elkaar, dus een overwinning zou zeer welkom zijn voor HHC. Dat beseft de ploeg uit Hardenberg. Van der Leij met de eerste kans al vroeg in de tweede helft. Gepakt door doelman Van Leeuwen. Ties. Op rechts veel ruimte voor Menega. Menega met het schot. En opnieuw Van Leeuwen. Op de inzet dus van Kevin Menega. HHC geeft even flink gas aan het begin van de tweede helft. Klok. Hooiveld. Sluit maar eens van afstand te schieten en een goede poging van die aanvaller van HHC. Maar opnieuw die doelman Van Leeuwen met de vingertoppen. Excelsior Maassluis dan. Met Mendes Moreira. Terugleggen op Van de Ende. Het schot gekeerd door Sander Danes. Werkman. Wordt daar vastgehouden, maar schijnt zich de Bijl, vindt het geen overtreding. En dan is er ineens gevaar van Excelsior Maassluis. Daar komt HRC goed weg. HRC kan het goede begin van de tweede helft niet echt een vervolg geven. Kan aanvallend niet echt een vuist meer maken. Moet nu oppassen, want hier is weer Excelsior Maassluis. Een behoorlijke flipperkast, maar uiteindelijk gaat het schot van invaller Daan Smit naast de goal. Excelsior Maassluis dat traditioneel slecht aan het seizoen is begonnen, maar de laatste weken de weg omhoog heeft gevonden. En nu ook ruikt dat misschien wel wat meer te halen valt tegen dit HHC. Daar is een invaller en daar is ook de 2-1 voor Excelsior Maassluis. Amper 2 minuten in het veld, Kevin Vink en hij scoort de 2-1. Marcel Groningen baalt als een stekker. Weer een onnodige nederlaag door een late tegengoal. De boomlange Kevin Vink moet verdedigd worden door de veel kleinere Manu Hutu. En dat is een oneerlijke strijd. En dus wint Excelsior Maassluis met 2-1 van HHC.